vader werd nooit gevangen gezet. Een land waarin u wilt leven? Ik niet. En ik denk u ook niet. Dus laat mij u een vraag stellen. We leven in een land van kooplui. We varen met een vloot van 20.000 schepen over de Wereldzee om overal zaken te kunnen doen. En in de handel werken we als Nederlanders allemaal samen. Om een goede prijs te bedingen, om elkaar te helpen in nood. Wat denkt u? Heeft dat gewerkt of niet? Ja. Ik zie dat sommige afgevaardigden nauwelijks meer in de bankjes passen. Dan vraag ik u. Als u in de Oost of in de West zaken doet, doet u dat dan als prinsgezinde of staatsgezinde? Nee. En waarom denkt u dat de Engelsen onze aanvoerders blokkeren? En onze handel proberen stil te leggen? Is dat omdat u prinsgezind bent of staatsgezind bent? Nee. De Engelsen willen oorlog met ons voeren omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders. Want in de ogen van de grote koninkrijk is een te klein, te succesvol en te vrij. We zijn ook nog eens een republiek. Waarin het in ieder vrij staat om te leven zoals men wil. Het is een land waar we zelf uitmaken hoe we God gaan doen. Waar geen diepe leider belangrijk is dan onszelf. De Engelsen gunnen ons die vrijheid. Ze worden bang voor die vrijheid. Omdat wij bereid zijn te sterven voor die vrijheid. Dat is het. Omdat we die vrijheid met ons eigen bloed hebben betaald. Daarom, en ik vraag het u. Heeft niet ieder van u een familie lid voor tegen Spanjaarden of de Engelsen? En was dat staatsgezind bloed of prinsgezind bloed? Nee. Dat was Nederlands bloed. Dat was ons bloed. Zelf het water hebben verloopt. Een land waar we ons geluk zelf verdienen. Door de handen uit de mouwen te steken. In de dorpen, in de steden. In de havens, op het land. Deze pijlen, de taal van de Nederlandse leeuw, samenhoudt, mijn heren. Dat is de band!